Goedemorgen. Waarom staak jij op 15 december? Vooral om onze koopkracht te behouden. Jonge gezinnen krijgen het alles maar moeilijker. Het zal niet beteren met de regeringsmaatregelen. Ook de einde-loopbaan-problematiek. Mensen moeten nog kunnen werken tot aan een pensioen of brugpensioen. Er moeten evenwichtige maatregelen komen van de regering uit. En liefst vooral een andere regering.